Zo ziet dus in Letland een permanent gesloten overweg eruit. Het vreemde van de zaak is, daarnet is hier nog een trein gepasseerd en toen waren inderdaad de rode alarmlichten aan het branden, zoals het vroeger was. Maar het is nu verboden om deze overweg nog over te steken. En jawel hoor, er komt nog een trein aan. Vals alarm. Er stopt in één keer en er is geen trein gepasseerd. In de touwse overweg. Merk de stok onder de barreel om te voorkomen dat hij doorzakt. Kinderen in de verte, ik ben hier heel zwaar ingezoomd. Dan zie ik een lamp van een locomotief. Ik veronderstel dat hij dat is. Niet te doen. Komt hij of komt hij niet? Ja. Daar is hij. Hij staat nog stil op het perron. Er worden bewakingscamera's geïnstalleerd om te zien dat er wordt illegaal overgestoken. En wat deed die arbeider? Net illegaal oversteken, godverdorie. Volgens mij staat hij nog altijd stil op het perron. Hier is wel iedereen ingestapt. Daar is hij. Over de brug gemist. Eindelijk het centraal station gevonden. Nu nog de trein naar mijn auto nemen. Is dat mijn trein of niet? Ik ga het niet riskeren. We staan dus in het station in Riga in een trein naar Majori. En het schijnt 11 stops. 6 personen naast elkaar. Dat zijn wel heel brede wagons. Lijkt het inderdaad. Die wagons zijn inderdaad breder dan bij ons. Bij ons krijgen we maar 4 personen naast elkaar. Die zetels hebben een raar ontwerp. Die hebben zo'n bult midden vooraan, alsof je op een fietszadel zit. En ook voldoende staanplaatsen als het een keer druk zou moeten zijn. 27 juli, 10 na 8 s'avonds, in de trein naar Majori. 33 graden. De motor van de trein is gestart. Amai. De motor van de trein is gestart. We gaan dus vertrekken. Gelukkig wordt het nu een beetje rustiger. Waarschijnlijk was het om de luchtdruk op peil te brengen. We verlaten het station. Te moeten zijn. Dat is niet geruststellend. Dat is pas een beangstigende bestemming. Depot. Dat was dus de trein van Riga naar Majori.
We zijn net uitgestapt in deze elektrische treinstel. De trein rijdt nog verder naar Toekomst, streep 1.